Dit wordt in wezen de kort parkeren omgeving. En parkeren zeg maar, voor invaliden. Elektrische laadpalen kunnen er ook een aantal parkeervakjes voor. En voor bezoekers. Bij de A7 afslag Den Oever wordt hard gebouwd aan een tijdelijk werkdorp gemaakt met heel veel keten. De plek wordt het brein voor de opwaardering van de Afsluitdijk. We zijn in ieder geval een keet aan het realiseren voor de werknemers van Level. In principe dan 250 werkplekken creëren waar alle teams komen te zitten waar vanuit gewerkt gaat worden. Gigantisch, hè? Ja, dit is een grote keten. Ik heb ze zo groot in ieder geval nog niet gezien. De keten zullen 4 jaar blijven staan tot het werk aan de dijk is afgerond. Daarna worden ze niet gesloopt, ze zijn opnieuw te gebruiken. Ja, modulair bouwen. Dus op zich zijn ze her te gebruiken. Op het moment dat dit project klaar is, kunnen ze wezen naar een ander project om daar weer ingezet te worden. De voorbereidingen voor de 550 miljoen euro kostende opwaardering van de dijk zijn in volle gang. Voor Martin zelf zit er nog een extra gevoel bij de enorme klus. Mijn opa die heeft ook nog aan de Afsluitdijk gewerkt. En ik kom dan zelf uit Sliedrecht, maar mijn vader is in Den Oever geboren. Dus je bent een beetje terug? Ja, het cirkeltje is rond, zeg maar eventjes, met de roots, om het zo maar te zeggen. Het kantoorcomplex moet in januari helemaal af zijn. Mooie klus dit? Ja, schitterende klus. Mooi werk. En ook weer een aantal jaren werk, zeg maar. Toch een langere periode. En ik denk zeker aansprekend voor Nederland. Ook richting het buitenland.